Goedenavond, collega raadsleden, college, mensen op de publieke tribune, kijkers en luisteraars thuis op de bank. Van harte welkom bij de raadsdebatten van 18 september 2018. Een bijzondere dag. Het is Prinsjesdag, opening van het nieuwe werkjaar van de Eerste en Tweede Kamer. Maar vandaag ook de opening van het nieuwe seizoen raadsdebatten en vergaderingen van de gemeente Twenterand. Ik heb het genoegen u vanavond voor het eerst te mogen voorzitten. Ik hou van vlotte, scherpe debatten. Langdradigheid en onnodige herhaling is jammer van onze tijd. En bovendien hebben wij de gewoonte te debatteren met respect voor elkaar en voor anderen. Dat zal ik dan ook op toezien. Er staan vanavond twee onderwerpen op de agenda. Twee voorstellen van een college aan de raad. En als u daar mee in kunt stemmen, gaan we van start. Het eerste agendapunt van vanavond. Dat is de uitvoering. Agenda Duurzaam Twenterand 2019. Het is van portefeuillehouder mevrouw Van Abbema. En aangemeld zijn GBT, CDA, ChristenUnie, SGP, VVD en PvdA GroenLinks. De spreektijd is 5 minuten. En dan wil ik de GBT eerst het woord geven. Wie mag ik daarvoor het woord geven? Zo doet hij het ook. Dank u, voorzitter. Het eerste onderwerp voor het nieuwe seizoen wat dat betreft. Uitvoering Agenda Duurzaamheid Twenterand 2019. Het GBT is blij dat het college de uitvoering van deze agenda voortvarend oppakt. En hiervoor een budget van €50.000 van de raad vraagt. Hierdoor wordt er werk gemaakt van Agenda Duurzaamheid Twenterand. En blijft het niet in de bureaulaar liggen. Voor 2019 wordt een budget van €50.000 gevraagd en voor de jaren daarna is nog geen invulling gegeven. Maar wij verwachten dat de meerjarenfinanciering ook voor een deel uit de exploitatie van zonnepanelen op de Oosterweilanden zou kunnen gefinancierd worden. Hoe kijkt de Raad en het College hier tegenaan? En daarnaast is het natuurlijk ook goed om naar externe fondsen zoals Energiefonds Overijssel te kijken. Hoe is het trouwens met de stand van zaken van de ontwikkelingen van het zonnepark de Oosterweilanden? Ik ben benieuwd hoe ver we er nu mee zijn. Om het duurzaam Twenterand tot een succes te maken, is het belangrijk om de inwoners van Twenterand hierbij te betrekken. En dat is meer dan informeren, maar ook activeren en draagvlak creëren. En daar vallen ook bewustwording, gezonde levensstijl en gedragsveranderingen onder. De wooncoach moet wellicht nog meer onder de aandacht worden gebracht. En het bedrijfsleven erbij betrekken. En wellicht kunnen zij met goede innovaties komen. Ten aanzien van de circulaire economie, Twenterand heeft een goede inzamelstructuur van het afval. En de inwoners scheiden afval dan ook goed. En behoren hiermee tot de betere gemeentes uit de omgeving en misschien wel van Overijssel of Nederland. En wij vinden het optimaliseren van de inzamelstructuur van afval en het hergebruik van het verbeteren prima. Maar een omslag naar ondergrondse containers in de wijk te maken, zoals nu de gemeente Engelo van plan is, dat vindt het GBT geen goed plan voor een plattelandsgemeente als Twenterand. Ten aanzien van de energietransities, we lezen en horen de laatste tijd dat wanneer je zonnepanelen plaatst op je huis, hier een WOZ-verhoging tot gevolg kan hebben. Hoe gaat de gemeente Twenterand ermee om? Daar zijn wij benieuwd naar. Over aardgas uit Groningen is al veel te doen geweest en de overheid wil het oppompen van aardgas hier dan ook behoorlijk inperken. Wat natuurlijk ook te begrijpen is. Maar om dit systeem nu eenmaal verwarmen, nu eenmaal over de boord te gooien, lijkt nu ons iets te vroeg. Wij denken namelijk dat de overgang naar waterstof een goed alternatief kan zijn. Laten we een netwerk van gasleidingen en centrale verwarmingen in de woningen niet snel overboord gooien. Maar de innovaties van waterstof en biogas eens afwachten. Wij verwachten dat dit een goed alternatief van aardgas kan zijn. Kortom, voorzitter, wij vinden dit koersdocument een prima plan. En we hebben hier eigenlijk niet veel aan toe te voegen buiten de opmerking die ik nu gemaakt heb. En we kunnen dan ook instemmen met het besluit wat voor ligt. Dank u. Dank u wel, heer Laarman. Dan geef ik nu het woord aan de CDA, aan de heer Kelder. Het heeft even geduurd, maar we zijn er. Uitvoering Agenda Duurzaam Twenterand. Duurzaamheid is het woordenwoord van deze tijd.
Een onderwerp dat ons allemaal aangaat en waar we als raad, maar zeker ook als inwoner van Twenterand, een verantwoordelijkheid in hebben. Als raad hebben we hiervoor al de nodige inspanning gedaan om te komen tot een agenda duurzaamheid Twenterand. Een proces waarin de vorige coalitieperiode al veel tijd en energie is gestoken en wat er met mede heeft toegeleid dat dit koersdocument er is. Nu ligt er een voorstel voor het werkprogramma 2019, waarvoor de eenmalige budget van 2019 wordt gevraagd. Op zich een wel vreemde vraag, omdat de begroting 2019 binnenkort wordt behandeld en dit bedrag daar gewoon in opgenomen had kunnen worden. Maar goed, daar ga ik niet over. Zoals gezegd is duurzaamheid een belangrijk onderwerp en zal er de komende jaren steeds meer op de agenda komen. Ook omdat vanuit het Rijk hiervoor steeds meer een taak bij de gemeente zal komen te liggen. Laten we hopen dat daar dan ook de bijbehorende middelen bij komen, zodat dit niet alleen op de kosten van onze inwoners gaat. Wat wordt ons nu voorgelegd? In te stemmen met het voorgestelde koersdocument en eenmalig een bedrag van 50.000 euro ter beschikking te stellen. Nou, over de financiën heb ik al wat gezegd. Het koersdocument. Het spreekwoord zegt, er leiden vele wegen naar Rome. En dat gaat ook voor dit onderwerp. Dat heeft met ambitie te maken, beschikbare middelen en verplichtingen. Daarbij moet een afweging worden gemaakt die realiseerbaar zijn. Als het om duurzaamheid gaat, dan is het een belangrijk aspect het goede voorbeeld geven. Dat geldt voor zowel de gemeente en raad, maar ook voor ons als individu. Want goed voorbeeld doet goed volgen. Waarbij in het bijzonder de jeugd erg nauw betrokken moet worden. Want wanneer de doelstelling, zoals deze zijn verwoord, in 2050 gerealiseerd moet worden, dan hebben we daar in veel gevallen al over een andere generatie. Het werkprogramma 2019 is erg ambitieus en bevat een groot aantal deelaspecten waarbij in veel gevallen andere partijen betrokken zijn. De regierol ligt dan wel bij de gemeente, maar men is deels wel afhankelijk van de inzet en samenwerking met anderen. Om te beginnen zou je bij het opstellen van gemeentelijke plannen standaard en onderwerp duurzaamheid mee moeten laten nemen. Nu kunnen we alle documenten en plannen die er inmiddels zijn en zijn opgesteld. En als we naar de bijlagen kijken, alle bijlagen en onderwerpen en programma's bekijken, zouden we allemaal een stuk voor stuk door kunnen nemen. Maar dan zijn we nog even bezig. Het gaat om de essentie van de stukken en die zijn duidelijk. De koers is duidelijk en ook het einddoel. We gaan er wel vanuit dat dit onderwerp in ieder geval op de agenda zal komen waarbij de voortgang van de verschillende programma's zullen worden doorgesproken. Zoals gezegd, een ambitieus programma en we zijn dan ook erg benieuwd naar de meerjarenplanning, zoals we in de begroting ongetwijfeld zien zullen krijgen. Tot zover. Dank u wel, heer Kelder. Dan wil ik u graag het woord geven aan de ChristenUnie en aan de heer Huisjes. Dank u, voorzitter. Als ChristenUnie vinden wij duurzaamheid en goed zorgen voor de schepping belangrijk. Daarom is het goed dat dit duurzaamheidsplan er ligt. We hebben echter nog wel een aantal vragen. U stelt dat de koppelkansen liggen met partners en andere overheden, zoals provincie of waterschap. Nu heeft het waterschap in onze gemeente meerdere rioolwaterzuiveringsinstallaties. Ziet u kansen om in samenwerking met het waterschap de prut die daar binnenkomt duurzaam te circuleren? In juli heb ik namens de fractie gevraagd of alle vormen van energie wel genoeg kansen krijgen, zoals windenergie of water. Nu las ik dat in de gemeente Dalfsen proeven worden gedaan met waterstof. De heer Laarman haalde dat net ook al aan. Het is blijkbaar mogelijk om weilanden te beregenen door middel van waterstof, in plaats van met een trekker of dieselmotor. Het kan door een elektrische pomp die stroom krijgt van een brandstofcel op waterstof. Is het in Twenterand ook mogelijk om zulke soort projectjes op te zetten met de 5.000 euro die u daarvoor hebt begroot? Dat brengt mij gelijk bij het volgende, de 50.000 die u van de raad vraagt voor volgend jaar. U vraagt nu aan ons om dat geld vrij te maken, terwijl er over een poosje de hele begroting voor 2019 op de agenda staat. Is het niet beter om te wachten en dan voor alle posten tegelijk een afweging te maken? In de inleiding van het werkprogramma stelt u voor 3 thema's doelen tot 2050. Tegen die tijd hebben de meesten van ons het stokje overgedragen aan de volgende generatie. Kunt u dit programma iets praktischer inkleden voor de komende pak een beetje 10 tot 15 jaar? En tot slot, over 10 tot 15 jaar, dan zijn we nou ongeveer in 2030 aangekomen. Nu heeft onze minister van Landbouw onlangs haar visie gepresenteerd voor de komende jaren.
Ze zet in op kringlooplandbouw 2030. Landbouw, natuur en voedsel, waardevol en verbonden. Deelt u, wethouder, deze visie en kunt u ook voor onze gemeente hier aan een bijdrage leveren door de boeren en ook de natuur hierbij te helpen en te prikkelen? Tot zover onze eerste inbreng. Dank u wel, heer Huisjes. Dan geef ik nu het woord aan de SGP. De heer Jonker. Dank u wel, voorzitter. Duurzaamheid, de heer Kulder gaf net al aan, een modewoord, zo niet een toverwoord voor onze economie, heden ten dagen. We hebben het stuk tot ons genomen en er staan heel veel woorden in, maar nu komt er nog aan op de daden. Duurzaamheid is ook voor de SGP een aangelegen punt, ook als rentmeesters, om goed zorg te dragen voor de schepping. Maar er staan nog wel een aantal dingen in die wat concreter mogen wat ons betreft. Ik denk ook dat wij als raad ook duidelijkheid moeten geven, of meer duidelijkheid moeten geven aan onze inwoners. Om toch ook onze kaderstellende rol beter te pakken. Als ik dan denk aan windenergie bijvoorbeeld. Krijgen we nu wel of geen windmolens in Twenterand? Hoe staan we daarin? De SGP-fractie is niet per definitie tegen windmolens in Twenterand. Maar ik wil daar wel graag kaders aan stellen, zoals ook meerdere gemeenten dat doen. Bijvoorbeeld om een beleidskader daarvoor vast te stellen. Als we het hebben over windmolens in Twenterand, wat betekent dat? Wat is onze bottom line? En wat ons betreft is dat ook het draagvlak is het sleutelwoord voor de omwonenden. Maar ook de omwonenden die vaak met de lasten zitten, maar die dan ook kunnen participeren in de lusten. Hoe denkt het college daarover? En op de raad, om daar toch concreter in te zijn. Er is ook veel onduidelijkheid over bij de burger als het gaat om de toekomstige energie. Is gas voor mij nog beschikbaar straks? Mijn keuken moet gerenoveerd worden. Kan ik daar een gastoestel nog weer in kwijt? Of moet ik op zoek naar wat anders? Dat zijn vragen die heden ten dagen al leven bij de burger. Wat bedoelt u met het warmteplan? Er staat een onderzoek. Maar gaat u in op heel Twenterand of heeft u een specifieke wijk op het oog? Kunt u ons daar wat in meenemen? Ook als het gaat om zonne-energie. Windenergie is niet genoeg. Zonne-energie zeker niet. We hebben al zonneparken. Wat de SGP betreft offeren we geen landbouwgronden op. Er zijn al 2 zonneparken in de maak. De ChristenUnie refereerde net al aan wat de status daarvan is. Maar misschien is het ook goed om vast te stellen met elkaar dat we niet meer landbouwgronden opofferen. We hebben deze zomer ook al kunnen zien dat de gronden kostbaar zijn en dat de opbrengst ook met een droogte zoals we deze zomer hebben kunnen zien ook een stuk minder is. En dat er toch ook heel veel daken nog over zijn, maar ook zandwinningsplassen. En dat we daar ons op richten. Maar duurzaamheid heeft ook heel veel te maken met gedrag. En dat begin ik bij mezelf. Hoe gaan wij om met onze middelen? Hoe dragen wij zorg voor elkaar? En er is wel eens de gemeente bijvoorbeeld, ik gooi het maar neer hier, kan ook overgaan tot het instellen van een vuurwerkverbod. Ook, dat is vrij aan de gemeente. Ik weet niet of de draagvlak hiervoor is in Twenterand. Maar daar heb je volgens mij 3 vliegen in 1 klap. Het levert geld op. De overlast beperkt voor mens en dier. En je schaadt het milieu niet. Er is gewoon een knop waar we met elkaar een win-win situatie kunnen realiseren. Kortom, veel vragen daaromtrent. Maar meer duidelijkheid, maar ook naar de burger toe, van wie gaat dat allemaal betalen. Wat dat betreft moeten we ook niet doorschieten en ook gewoon naar een realistische agenda en die betaalbaar is. En daar zien we ook de voorstellen de komende tijd tegemoet ook in de begroting, neem ik aan. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, heer Jonker. Dan wil ik nu graag het woord geven aan PvdA GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk is het een onderwerp waar je veel langer bij stil moet staan dan de 5 minuten die je per fractie krijgt, omdat er heel veel zaken over gezegd kunnen worden en ook heel veel vragen zijn. Goed, ik zal proberen te beperken tot die 5 minuten. Allereerst wil ik ingaan op het voorstel zoals dat nu voor ligt. Als je kijkt naar
Wat ons gevraagd wordt is om inhoudelijk akkoord te gaan met het werkdocument. En vervolgens 50.000 euro beschikbaar te stellen zonder dat daar een dekking tegenover staat. En dat bij de begroting te gaan bekijken. Mij lijkt me dat niet goed. Volgens mij zijn we ook niet gewend om dat op die manier hier dat te doen met elkaar. Want ik kan pas een besluit nemen over een uitgave als ik weet waar het betaald wordt. En als ik dan kijk wat er dadelijk in de begroting op ons afkomt, zijn er nog wel meer zaken die vragen om een dekking. Ik noem het sociaal domein. Ik noem het punt waar we morgenavond over gaan spreken. En wellicht dat anderen nog wel andere onderwerpen kunnen noemen waar ook geld voor gevonden moet worden. Dus wat mij betreft nemen we in de komende raadsvergadering hier nog geen besluit over, tenzij er een dekkingsvoorstel aan gekoppeld wordt. Ondanks het feit dat dit een heel belangrijk document is en waar ik toch wel inhoudelijk op in wil gaan. Want duurzaamheid vraagt een stevige inzet van ons. We moeten daar mee aan de slag op verschillende manieren en moeten daar ook aan de slag op lokaal niveau. Dus ik zou graag aan de hand van de drie thema's die hier genoemd zijn een aantal opmerkingen willen maken. Maar allereerst heb ik nog wel een vraag. Er staat een hele mooie zin in en die moest ik twee keer lezen voordat ik dacht van begrijp ik nu wat er staat. Maar ik vraag het aan de wethouder. Daar staat in duurzaamheid is zelfs genoemd als een van de pijlers in een veranderende bestuurstijl. Toen dacht ik bij mezelf, wat wordt hier nou bedoeld? Is die bestuurstijl duurzaam? Of waar gaat het om? Kunt u dat eens wat nader duiden? Tegelijkertijd wordt in het raadsvoorstel ook gevraagd, heel expliciet, om als raad de ambassadeursrol op te pakken. Dat wil ik graag doen. Dat willen wij graag doen vanuit de Partij van Arbeid GroenLinks. En daar zou ik graag met u ook naar willen kijken hoe we daar invulling aan kunnen gaan geven. Dan de drie verschillende thema's. Een aantal voorgaande sprekers hebben dat ook al gezegd. Wat ons betreft mag het nog wel wat concreter en smarter. Er staat een heel mooi overzicht in met een aantal jaartallen wanneer je wat moet doen. Met verschillende kleuren wat wel of niet prioriteit heeft. Maar wat ons betreft mag dat wel smarter. En op een aantal plekken ook wel nog met wat meer jaartallen in plaats van het uitsmeren over 30 jaar, meen ik, om te kijken of je dat misschien zelfs wel in periodes van 5 tot 10 jaar kunt uitschrijven. Wat ook een belangrijk onderwerp is en wat je steeds weer terug ziet komen, is de bewustwording. De vertegenwoordiger van de SGP sprak daar net ook al over. Het gaat ook over gedrag. Willen wij dit laten slagen, dan is gedrag van onszelf en gedrag van de inwoners die we daartoe willen bewegen heel erg belangrijk. En in die zin is communicatie een rode draad door het hele stuk heen. En ik vraag me af of de middelen die daarvoor nu ter beschikking worden gesteld voldoende zijn. Circulaire economie. Daar zien we dat het vooral gericht is op het optimalisatie van het afvalbeleid. Ik ben benieuwd hoe dat verder ontwikkeld gaat worden. Een interruptie van de heer Veldmeijer. Dank u wel, voorzitter. Ja. Een collega van de PvdA GroenLinks heeft het over gedrag. En in november, ik wil even weten of hij dit bedoelt. In november is meneer Peters gepromoveerd met een proefschrift. En heeft hij een onderzoekje gehouden. En wat bleek dat mensen die GroenLinks stemmen, die vliegen het meest. Bedoelt u nou eigenlijk dat die mensen minder zouden vliegen? Bedoelt u dat met gedrag? Voorzitter, volgens mij hebben we het hier over een actieplan, werkplan waar we hier in Twenterand mee aan de slag willen. Ik ga niet over mijn GroenLinks collega's in Den Landen of zelfs niet over mevrouw Thieme die de meeste kilometers maakt. Daar moet zij zelf verantwoording over afleggen. Dat ga ik niet doen voor haar. Ik kan u wel zeggen dat ik probeer waar ik woon en waar ik werk daar een bijdrage aan te leveren. Voorzitter, ik zou graag verder willen gaan met mijn betoog. Gaat u deur. Ik had het over circulaire economie. Ik ben benieuwd hoe het verder gaat met afvalbeleid. Want ik denk dat wij daar in Twenterand al heel veel goede zaken in doen. Maar ik zie in de prioritering dat we een lage prioritering hebben. Terwijl ik denk van, volgens mij kunnen we hier nog wel wat in doen. Dus ik zou graag willen weten wat daarin mogelijk is. Als het gaat over deeleconomie, denk ik, welk voorbeeld kan de gemeente Twenterand daarin geven? Wij hebben zelf, als ik kijk naar de buitendienst, werd er ook heel veel materialen ter beschikking die we wel misschien kunnen delen met buurtbewoners, waaruit buurtbewoners wellicht weer een stuk eigen onderhoud, of waarmee buurtbewoners eigen onderhoud zouden kunnen plegen. Dat is volgens mij ook deel economie waarin we materialen en spullen met elkaar delen en niet allemaal zelf die machines
hoeven aan te schaffen. Want ik zie u even met de wenkbrauwen fronsen van wat bedoelt u nou? Maar dat gaat over spullen met elkaar delen. En dat kan volgens mij ook vanuit een gemeente. Klimaatbestendig, daar wil ik één ding van noemen. Dan gaat het over inrichting van openbare ruimte. Ik denk dat we daar ook nog een slag kunnen slaan. Als je kijkt in de wijken, zie je heel veel verstening. En volgens mij is daar nog wel een slag te maken. En ik zou benieuwd zijn hoe de wethouder denkt dat te kunnen ondersteunen. En ik sluit ook aan bij de opmerking van de ChristenUnie als het gaat over de verduurzaamheid van de landbouw. Dat natuur en landbouw en de visie die nu uitgesproken is door de minister, dat we ook kijken hoe kunnen we dat lokaal oppakken. En volgens mij liggen daar ook wel een aantal mogelijkheden. Zeker daar waar we nu ook bezig zijn met Eemnes-Dijksvenen, kunnen we misschien zelfs daar wel een pilot van maken. Tot slot, wethouder, energietransitie. Ga ik wat zeggen over de wooncoaches. Ik denk dat we, als we gaan over de wooncoaches, daar moeten kijken of we daar nog meer mee kunnen doen dan dat nu het geval is. Ik heb gemerkt en gehoord dat we daar in Twente niet in de aantal ondersteuningsvragen bovenaan staan. En dat daar nog wel meer in gestimuleerd kan worden. Voorzitter, dat was het voor de eerste termijn. Dank u wel. Dank u wel, heer Reusken. Voor zover de bijdragers van de partijen, de PVV en de VVD, hebben aangegeven in de eerste termijn geen bijdrage te leveren, dan wil ik nu graag het woord geven aan de wethouder om een reactie op de eerste ronde. Dank, voorzitter. Dank, mensen van de gemeenteraad, voor jullie positieve ondersteuning, maar ook voor alle vragen die gesteld zijn. Dat geeft wel aan dat dit onderwerp echt leeft. En daar ben ik gewoon heel erg blij mee als wethouder duurzaamheid. De heer Kuilde die gaf ook al aan, en dat vond ik eigenlijk best wel heel erg leuk, dat u zei, in dit plan zit ook de nodige inspanning van de raad. En zo zie ik dit ook een beetje. Wat hier nu ligt, deze uitvoeringsagenda, is ook een gezamenlijke inspanning van raad en college en gemeenteambtenaren. Dus in die zin eigenlijk een heel mooi proces. En dat kan nog veel mooier worden. Terecht dat een aantal van u ook de vinger legt bij het financiële aspect daarbij. 50.000 euro vragen we van u eenmalig. En dat heeft er ook alles mee te maken. Sommigen zeiden dat ook al, met de toch wel wat precaire financiële situatie waar wij als gemeente in zitten. Terwijl wij tegelijkertijd in ons coalitieakkoord een behoorlijke ambitie hebben neergelegd over duurzaamheid. He, dus aan de ene kant wil je daar graag voortvarend mee aan de gang. En aan de andere kant weet je dat je gewoon misschien wel even een kleine pas op de plaats moet maken om dingen juist tegen elkaar af te wegen. En terecht dat sommigen ook zeggen van ja, misschien moet je dat in de begroting doen. Uiteraard zul je in de begroting die afweging moeten maken. Maar dat neemt niet weg dat dit voorstel inhoudelijk nu ligt. En dat is niet iets wat heel snel gemaakt is. Maar we zijn hier eigenlijk al meer dan een jaar zijn we hiermee bezig. En om geld te kunnen vragen in de begroting heb je ook een inhoudelijke beleidsafweging nodig om die afweging te kunnen maken. He, dus het voorstel is ook om 50.000 euro beschikbaar te stellen en dat in de begroting te verwerken. Nou, zoals u weet is de begroting is onderweg. Hè. We spreken daar binnenkort met elkaar over. En het college ziet dit bedrag vooral ook om te gaan starten met elkaar. En terecht, meneer Jonker, dat u ook zegt van, er staan veel mooie woorden in, veel mooie plaatjes. Vul ik dan zelf ook nog maar even aan, maar nu de daden nog. En dat is iets wat we inderdaad heel graag willen. Er gewoon mee aan de gang gaan, er mee aan het werk gaan. Dus het lijkt me even voldoende over het financieel perspectief op dit moment. En ik kan u zeggen, mijn collega wethouder Financiën is op dit moment niet aanwezig, maar wij hebben wel in de aanloop tot de begroting, heeft deze coalitie wel haar uiterste best gedaan om een afgewogen financieel verhaal met elkaar te maken. Maar dat gaat u ongetwijfeld over een aantal weken zien. En dan kunnen we daar vast nog heel diepgravend met elkaar over doorspreken. Ik ga even met u bij een aantal vragen langs die gesteld zijn over het zonnepark, stand van zaken.
De aanbesteding loopt, dus dat betekent dat ik daar niet inhoudelijk op in mag gaan op dit moment. Exploitatie van het zonnepark. We hebben met elkaar in deze raad ook afgesproken dat het duurzaamheidsfonds, dat dat ook deels gevuld gaat worden uit de revenuen van het zonnepark. Dus dat is nog steeds wel de stand van zaken. En dat betekent wel dat dat niet in 2019 al kan gebeuren, maar rond 2020 verwachten wij dat we de eerste revenuen daarvan kunnen verwerken. En uiteraard zullen we al veel eerder met u als raad spreken over dat duurzaamheidsfonds, want daar zijn we nu al mee bezig om dat te gaan uitwerken. De wooncoaches zijn een aantal die daar de vragen bij gesteld hebben. Op dit moment is het zo dat de wooncoaches die worden via het regionale verhaal worden die ook gefinancierd. Uiteraard hebben wij daar als gemeente daar ook een bijdrage in, maar ook een bijdrage vanuit de regio Twente en van de provincie. En 4 oktober spreken wij in regionaal verband met elkaar over de verdere financiering van die wooncoaches. En ik zou heel graag met onze wooncoaches meer aan de gang willen om juist die energiebesparing in de woningen wat meer op gang te krijgen. Hè, dus uw betoog komt wat dat betreft goed uit. Afval, circulaire economie. De heer Laarman die zegt terecht al, wij horen tot de betere gemeentes. Dat is zeker waar. Sterker nog, ik denk dat wij zelfs in Twents verband tot een van de beste gemeentes behoren. En toch, tegelijkertijd, en het coalitieakkoord zegt ook al herijking van het afvalbeleid, maar ook optimalisatie. Om tot die 50 kilo restafval te komen die in 2030 van de gemeentes gevraagd wordt, hebben wij nog wel een behoorlijke klus te doen met elkaar, ook als plattelandsgemeente. En ik weet niet, meneer Laarman, of wij dat redden zonder omgekeerd inzamelen. Die geef ik u vast mee. Want er zijn al veel gemeentes die nu met omgekeerd inzamelen bezig zijn. En ik weet ook wel dat wij daarbij allemaal kijken naar Hengelo, wat voor veldslag daar uitgevochten wordt. Dat is inderdaad niet een goed voorbeeld. Maar wat wij wel zien, dat is dat er al heel veel gemeentes bezig zijn met het omgekeerd inzamelen. Dat betekent dus dat je de bruikbare reststromen, dat die opgehaald worden en het niet bruikbare restafval, dat je dat zelf moet wegbrengen. En die gemeentes, die redden die 50 kilo. Sterker nog, die gaan zelfs richting de 40 en de 30 kilo restafval. Dus die wil ik u toch vast meegeven om over na te denken in die herijking van het afvalbeleid. OZB-verhoging voor zonnepanelen. Ik weet het op dit moment niet. Volgens mij hebben wij daar geen beleid voor dat wij daar onze OZB op gaan aanpassen op het moment dat, dat zonnepanelen op daken gelegd worden. Maar mocht dat wel zo zijn, dan zal ik u dat nog laten weten. Ik moet dat gewoon ambtelijk navragen. Dus, maar op dit moment volgens mij niet. Waterstof zijn verschillende fracties die daar geïnspireerd zijn door wat er in Dalfsen gebeurt, die proeven die daar gebeuren. Ik heb op dit moment geen plannen om daar pilots of wat mee te gaan doen. En dat heeft er ook mee te maken dat ik op dit moment geen zicht heb op bedrijven in Twenterand die dat met ons zouden willen doen. En om als gemeente daar nu helemaal een pilot van te gaan starten, dan denk ik dat je je geld op dit moment wel beter kunt besteden. Dus maar als er kansen komen, ik sta er zeker open voor om daar wat mee te doen. En ik geef u ook vast even mee dat Kogas, waar wij ook als gemeente aandeelhouder van zijn, die staat ook zeker op het standpunt om het gasnet zoals dat nu ligt zeker niet weg te doen en niet af te breken. Want ze kijken ook heel nadrukkelijk naar het vullen van de gasleidingen, juist met groen gas en ook met waterstof. Hè, dus wat dat betreft deel ik ook wat u hier ook zei in de raad hierover. Even kijken, nog bijzondere dingen. Kringlooplandbouw. Deelt u de visie van de minister? Jazeker, deel ik die visie. Sterker nog,
Ik ben er zelfs heel erg blij mee dat deze minister op dit moment met deze visie komt. En de heer Reusken die legt terecht ook al even de link met Engbezijk-Venen. Ik denk dat rond het proces rond Engbezijk-Venen, wat daar nu plaatsvindt, het hele proces rond die natuur gebeuren, dat dat juist ook kansen biedt om die kringlooplandbouw in praktijk te gaan brengen. En ik kijk zeker naar kansen om daar middels een pilot of wat ook maar het een en het ander mee te gaan doen. Maar ik geef u daarbij wel mee. Wij gaan als gemeente hier geen pilot in starten, eenvoudigweg omdat wij geen landeigenaar zijn en wij hebben geen koeien en, enzovoort. Dus wij zullen dit echt samen met de boeren moeten doen. En die gesprekken die ben ik aan het opstarten daarin, in het kader van de meekoppelkansen. Een vuurwerkverbod. Nou, dat lijkt me buitengewoon interessant initiatief wat vanuit deze raad vormgegeven zou kunnen worden. Dus ik daag u ook uit, meneer Jonker, om daar misschien met een voorstel over te komen. Wie weet, verrast u ons daarmee. Meneer Jonker, u vroeg ook het een en het ander over het warmteplan. Dat is inderdaad voor heel Twenterand. Wij moeten als gemeente, en dat moeten alle gemeentes in Nederland, moeten binnen 3 jaar met een plan komen hoe wij de huizen van onze burgers, hoe die verwarmd gaan worden zonder Gronings aardgas. He, dus dat wordt van ons ook gevraagd dat we daar met een plan voor heel Twenterand komen. En ik ben het met u eens, meneer Jonker, dat het niet wijs is om op dit moment meer landbouwgronden te besteden voor zonneparken. Wij hebben ook niet voor niets, hebt u ook als raad het beleidskader duurzame energie, hebt u vastgesteld waarin ook de zonneparken op grond gemaximeerd zijn op 25 hectare. En ik kan u aangeven dat we met het initiatief Vlierbelten, 6 hectare, die inmiddels ook de SDE-subsidie heeft ontvangen, dus die kunnen starten. En ons eigen initiatief van bijna 16 hectare, dat we al een aardig eind in die richting van die 25 hectare komen. En zoals u misschien allemaal wel hebt meegekregen, een van onze ondernemers in Vroomshoop, de Groot Houtbouw, gaat voor 38.000 vierkante meter dak beleggen met zonnepanelen. Dat is echt 3,8 hectare. Dat is ongelooflijk groot. En dat is, ik ben er eigenlijk best wel heel trots op dat dit gebeurt in Vroomshoop. Voorzitter, volgens mij heb ik de meeste dingen gehad. Nog een paar punten van de heer Reusken. De deeleconomie, spullen met elkaar delen. En u hebt daar ook echt beeld bij hoe we dat als gemeente ook zouden kunnen doen. Ik ga u eigenlijk hetzelfde vragen wat ik de heer Jonker van SGP ook vroeg. Gaat u dus in gesprek met de mensen van de gemeentewerf, hoe zij daarnaar kijken? En misschien komt u ook met voorstellen richting ons. Want deeleconomie is, is denk ik iets wat wij in Nederland meer zouden moeten nastreven. Dat deel ik met u daarin. Voorzitter, volgens mij heb ik hiermee de vragen beantwoord zoals ik ze opgeschreven heb. Er komt nog een aanvullende vraag van de heer Jonker, zo ik mag aannemen. Eén vraag die nog openstaat bij mij is het de beleidskaders rondom windmolens. Klopt, u hebt gelijk. Ik weet niet waarom ik dat niet opgeschreven heb eigenlijk. Nou, maakt ook niet uit. Deze coalitie bestaat uit een hele grote partij, Gemeente Belangen Twenterand. En zoals u ook wel weet, heeft Gemeente Belangen Twenterand klip en klaar in haar verkiezingsprogramma staan geen windmolens. Niet tenminste alleen windmolens tot 25 meter hoogte. Zoals u weet is de andere partij van deze coalitie, staat daar wat anders in windenergie. Maar we hebben daar met elkaar ook een afspraak over gemaakt. Dat wij in deze periode niet actief gaan werken aan windenergie. Wat niet wegneemt dat ook deze coalitie open staat voor initiatieven van onderop. Mits geborgd in de samenleving met draagvlak.
Dank u wel, mevrouw Van Abbema. Dat was het college ook in de eerste termijn. Dan gaan we door voor een tweede termijn. Wie wil zich daarvoor aanmelden? GP2, PvdA, SGP, ChristenUnie. We gaan van start met GBT. Meneer Laman, ga u gang. Ja, dank u voorzitter. Ja, ik heb verschillende partijen gehoord van ja, eigenlijk die 50.000 euro moeten we die nu al beschikbaar stellen en moeten we het eigenlijk in de begroting doen. Op zichzelf heb ik al gezegd van het GBT is blij dat dit college de handdoek oppakt en hier toch gelijk mee aan de slag gaat. En blijkbaar heeft het college dus 50.000 euro in de begroting kunnen vinden. En wij vinden het belangrijk, het onderwerp duurzaamheid vinden wij enorm belangrijk om toch hiermee door te gaan. Dus wat dat betreft is het voor ons betreft groen licht. En de heer Reuskens, ik zal wel een vraag stellen, maar de heer Reuskens die vroeg zichzelf af, is dat wel terecht nu die 50.000 en is 50.000 wel ineens genoeg? Dus ik ben benieuwd wat zijn vraag is. Een vraag van de heer Reuskens. De heer Laman, voorzitter, kan gedachten lezen. De afgelopen jaren heb ik het GBT leren kennen als een partij die ging voor een solide begroting en voor een solide financiering. En ik heb afgelopen jaren nooit een voorstel gezien als daar geen dekking tegenover stond dat GBT daarmee eens was. In dit geval ligt er een voorstel waar het college vooruitlopend op de begroting het geld al wil claimen. En het verrast mij dat het GBT daarmee akkoord gaat. Kunt u me daar een toelichting op geven waarom u nu al een blanco check geeft, weliswaar maximaal 50.000 euro, zonder dat daar een dekking tegenover staat, terwijl er nog zoveel anders ook nog op ons afkomt waar misschien ook geld voor nodig is? De heer Laarman, ik wil de heer Reuskens ook vragen om de volgende keer uw eigen kaart mee te nemen trouwens. Dank u voorzitter. Ja, u heeft op zichzelf heeft u gelijk, heer Reuskens. Maar wij achten dat dit college, die ook voor een groot deel uit GBT-wethouders bestaat, dat die een solide dekking hebben en een solide begroting gaan maken en toch 50.000 euro vrij kunnen maken. Hoe ze dat hebben gedaan, is mij nog niet te helder. Daar heb ik ook geen inzicht in. Maar ik vind het eigenlijk wel belangrijk dat het gedaan is en dat ze hier de handboek oppakken. Dus op zichzelf vind ik dat een pluim voor dit college. Kennelijk, voorzitter, één opmerking. Kennelijk weet de heer Laarman of het GBT meer dan ik weet. En ik ben zeer benieuwd naar de begroting en naar alle dekkingsvoorstellen die gaan komen. Een volgende vraag van de heer Kelder. Ga de gang. Ja, een beetje in aansluiting op wat de heer Reuskens, want daar was me net voor, want ik heb het punt ook ingebracht, is dat dit de lijn die nu het GBT en ChristenUnie voor de komende periode gaat volgen, meneer Laarman. Zonder dekking, gewoon voorstellen, want dan maakt het een stuk makkelijker. Ik heb geen idee, daar laten we aan het college over, meneer Kelder. Ik zit niet in het college. Ten slotte had ik nog een opmerking over het omgekeerd inzamelen. We zitten nog niet aan die 50 kilogram per inwoner, maar laten we ons toch eens kijken of we nog het optimaliseren en verbeteren kunnen voordat we het op een andere manier gaan doen. Want volgens mij doen we het hartstikke goed. En een tip wil ik u geven, bijvoorbeeld textiel. Textiel wat niet goed meer is, oude handdoeken, weet ik het. Waar laat je die? Want het leger des heils wil ze eigenlijk niet hebben. En waar laat je ze dan? Dus dat soort dingen, daar zijn nog veel betere punten in te maken, denk ik. Dank u, voorzitter. Dank u wel, meneer Laarman, voor uw bijdrage in de tweede termijn. Dan geef ik nu graag het woord aan de CDA. Wil de CDA geen tweede termijn? Excuus, dan gaan we snel door naar de ChristenUnie. Met de heer Huisjes. Ja, voorzitter, bedankt. De boeren in Engbedijksveen meenemen in een project lijkt ons goed. Het lijkt ons wel goed om erop te letten dat het project zelfredzaam blijft. In mijn eerste periode had ik het ook nog over koppelkansen met partners en andere overheden. Met rioolwaterzuiveringsinstallatie. Daar heb ik nog geen antwoord op gehad. Dank u. Er komt nog een aanvullende vraag van de heer Reuskens. Dank u wel, voorzitter. Ik heb dezelfde vraag eigenlijk aan de ChristenUnie als ik net aan het GBT heb gesteld. Wat vinden zij van de financiële dekking? En of dit op deze manier verantwoord is?
Zoals ik net zei, wij houden van zelfredzaamheid, dus het moet wel gedekt worden. Zoals het voorstel nu is, zit er geen dekking over en gaan we pas de dekking vinden. Of krijgen we die voorgesteld bij de begrotingsbehandeling? Dan gaan we nu ergens ja tegen zeggen waar geld aan gekoppeld is. Dat gaan we uitgeven. Volgens mij is dat geen gezond financieel beleid voeren. De heer Huisjes. Ik heb net in mijn eerste termijn ook gesteld. U vraagt nu aan ons geld om vrij te maken. Is het niet beter om te wachten tot aan de begroting, als alle posten bekend zijn, en dan een afweging te maken? Dus deels ben ik het wel met u eens. De heer Reusken. Voorzitter, dank u wel. Dan ben ik heel benieuwd wat nu het standpunt is dadelijk voor de christenen. Gaan ze akkoord met het voorstel? Of blijkt dat dadelijk in de raadsvergadering? Daar zullen we dus nog een afwering als fractie over maken. Dank u wel, voorzitter. Heren, bedankt. Dan wil ik dan nu de bijdrage van de SGP in de tweede termijn. De heer Jonker. Dank u wel, voorzitter. Wat betreft de dekking, om daar maar mee te beginnen. Ik heb het in de stukken gelezen dat de dekking meegenomen wordt in een aanpassing van de begroting van 2019. Dus daar wachten we ook. En de SGP-fractie heeft alle vertrouwen in dat dit college met voortvarendheid aan de slag gaat met de duurzaamheid. Dus wat dat betreft onze steun daarvoor. We zijn ook blij met te constateren dat er niet meer landbouwgrond wordt opgeofferd aan zonneparken, aan zonnepanelen. En ook het standpunt van wat betreft de windmolens stelt onze partij ook gerust. Eén vraag nog ten aanzien van de inzamelstructuur. Omgekeerd inzamelen betekent dat ook dat de verenigingen, stichtingen die nu volverven het oud papier inzamelen, gerustgesteld kunnen blijven dat daar de komende periode niet aan geschort wordt, niet tekort wordt gedaan. Dat dat gewoon op dezelfde voet voortgaat. Dat is de bijdrage, dank u wel. Nog een korte interruptie van de heer Veldmeijer of een aanvullende vraag? Ja, maar dat kan ook nadat de wethouder, of zal ik hem nu stellen? Aan wie is de vraag? Aan de heer Jonker. Die kunt u nu stellen. Ja, akkoord. Ja. Nee, even, de wethouder reageerde er al op over dat vuurwerkverbod. We kennen de SGP als een partij van tradities, die tradities hoog in het vaandel hebben staan. Maar het lijkt nu net alsof de SGP onze vuurwerktraditie de nek om gaat draaien. Klopt dat? Dat heeft u nog niet gehoord. Ik heb alleen gezegd in het kader van het gedrag waar we zelf aan kunnen draaien, aan de knoppen, wat ook geen geld kost om een vuurwerkverbod te overwegen. En ik ben nu vergeten te zeggen, dus bedankt voor de interruptie. Ik ga nog even nadenken of ik met zo'n dergelijk voorstel kom. Maar goed, er moet wel draagvlak voor zijn, want ik ga niet voor de bühne aan het werk. De heer Veldmeijer heeft nog een aanvullende vraag. Maar dat betekent dat u hier iets nu neergooit, iets roept, zonder dat u van tevoren daar over nagedacht heeft. Dus kan het zo zijn dat u nu iets naar voren brengt waar u uiteindelijk niet achter staat? Begrijp ik dat zo? Voorzitter, dat begrijp ik niet goed begrepen. We hebben hier met elkaar de debatten, niet op Twitter en op Facebook, maar hier worden de voorstellen gedaan. Dus hier gaan we met elkaar over in debat. En de kijker kan meekijken, iedereen. Dus iedereen kan daarover zeggen en dan is het vervolgens aan ons om af te wegen of we met een dergelijk voorstel moeten komen, ja of nee. Voorzitter, de laatste keer de heer Veldmeijer. Ja, dank u wel. Ja, ik een hele gekke gang van zaken natuurlijk, wanneer je zoiets noemt tijdens een raadsdebat. En vervolgens is nog helemaal niet zeker wat het standpunt is van de SGP. Maar u bracht het alsof u het in overweging nam. En wat zijn dan eventueel de motivaties om toch te komen tot een vuurwerkverbod? Met andere woorden, om te komen tot het afbreken van een pure Nederlandse traditie. Nou, ik heb hier het wel genoemd. Hè. Als ik er niet achter zou staan, zou ik het hier niet inbrengen. Laat dat helder zijn. En ik heb ook drie argumenten genoemd om te komen tot zo'n verbod.
Dank u wel, heren. Ik geloof dat GroenLinks PvdA ook nog een tweede bijdrage heeft. Aan de heer Reusken het woord. Voorzitter, laat ik beginnen. Ik heb net tweemaal geïnterpreteerd. Dat had met de financiën te maken. Dat wil absoluut niet zeggen dat wij tegen dit voorstel zijn als het gaat om de inhoud. Dat heb ik denk ik ook wel duidelijk gemaakt in mijn eerste termijn. Daar staan wij ook volop achter en daar willen wij ook voor gaan. Wij vinden alleen dat je wel voorstellen moet inbrengen in deze raad en besluit over moet nemen met daarnaast een dekking. En dat blijft mijn standpunt. En om die redenen vinden wij ook dat dit geen financieel gezien goed voorstel is. Ik heb nog een tweetal opmerkingen die ik in de eerste termijn was vergeten te maken. Er wordt een opmerking gemaakt over ondernemers en over de energiekoplopers. Ik denk dat ondernemers bij uitstek de partijen zijn die innovatief zijn en ook vaak innovaties snel doorvoeren. En van die kennis moeten we gebruik maken van elkaar. En daar moeten we ook goed mee samenwerken. En naar mijn idee gebeurt dat ook op basis van wat er nu in deze nota staat. En de tweede opmerking die ik nog wil maken is als het gaat om de duurzame mobiliteit. Laten we vooral zelf vanuit dit huis ook het goede voorbeeld geven. En kijken hoe snel we over kunnen stappen op duurzaam vervoer en ook energiezuinig vervoer. En ik denk dat als ik dat oproep, dat de wethouder ongetwijfeld zal kunnen vertellen dat ze dat binnenkort ook gaan doen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, heer Reusken, voor uw bijdrage. Er zijn een aantal vragen gesteld aan het college, dus ik neem aan dat mevrouw Van Abema het woord wil. Ja, voorzitter, dank. En dank voor de vragen die nog gesteld zijn en de opmerkingen die gemaakt zijn. Richting de heer Laman, mijn opmerking over omgekeerd inzamelen was vooral ook ingegeven om dus te kunnen optimaliseren en resultaten te kunnen bereiken. Ik ben het uiteraard helemaal met u eens dat je dat goed moet bekijken en goed moet beschouwen met elkaar. Dus je moet ook wel het totaal afwegen daarin. Dus dat eerst. Over de papierinzameling, want ik begrijp dat ik meneer Jonker misschien een beetje ongerust heb gemaakt hierover. Dus ik kan u geruststellen, er zijn net weer nieuwe afspraken gemaakt met de papierinzamelers voor 10 jaar. Die gesprekken die zijn, ik denk 2 maanden terug, zijn die weer gevoerd. Iedereen is buitengewoon tevreden hoe het gaat. Wij halen in Twenterand buitengewoon goede cijfers voor het papier wat wij binnenhalen. Dus wij hebben geen enkele reden om daarvan af te wijken daarin. Dus ja, de papierinzameling zoals die op dit moment is, blijft gewoon intact. Neem niet weg, voorzitter, dat we altijd zullen kijken, ook met papierinzameling, of daar ook nog te optimaliseren valt. De financiële dekking. Ik kan me voorstellen dat er door een aantal partijen hier vraagtekens bij gesteld worden. Ik zou dat ook doen als ik in uw schoenen stond, maar dat neemt niet weg dat deze raad altijd het recht heeft om, ik zeg het niet helemaal goed, het college altijd met goede inhoudelijke voorstellen kan komen en de dekking nog te gaan zoeken. U kunt dat als raad, kunt u dat ook doen als u met een inhoudelijk goed voorstel komt. En u hebt op dat moment nog niet een dekking erbij. U kunt altijd het college de opdracht geven om die dekking te gaan zoeken. En natuurlijk hebben wij met elkaar daar goede afspraken over. Dat als wij met nieuw beleid komen, dat wij dan wel dekking ook organiseren met elkaar. Maar ik wil u er toch even op wijzen dat dit voorstel, de uitvoeringsagenda duurzaamheid, dat die ook geënt is op de visieagenda duurzaamheid die wij ook met elkaar vastgesteld hebben. Dus dit is geen nieuw beleid, dit is uitvoeringsbeleid en dit is ook beleid wat past in het coalitieakkoord. Dus dit college is ook coalitiebeleid aan het uitvoeren en dat vraagt ook dekking. Samenwerken met ondernemers, ja zeker, dat is dit college uit het hart gegrepen. Dat zullen wij zeker doen, dat doen wij ook al. Sterker nog, wij hebben ook een aantal koploperbedrijven in Twenterand waar wij zeker intensief mee samenwerken op het gebied van duurzaamheid.
En ten aanzien van duurzaam vervoer, dat is ook een van de punten waar wij als gemeente, maar ook als college mee bezig zijn en bezig blijven. Dus dat heeft zeker onze aandacht. Dank. Dank u wel, mevrouw Van Abbema. Voor zover het debat over dit onderwerp. Ik meen één toezegging te hebben gehoord. En dat ging over het navragen hoe het zit met de OZB op zonnepanelen. Klopt dat? En ik denk dat ik mag concluderen dat er nog geen algehele consensus is. Dus dat dit onderwerp wordt doorgeschoven naar de bespreekagenda. Dan gaan we verder met het tweede onderwerp op de agenda van vanavond. Dat is de geprioriteerde maatregelenlijst verkeersvisies gemeente Twenterand. De portefeuillehouder is de heer Harmsen. Aangemeld zijn GBT, CDA, ChristenUnie, SGP, VVD en PvdA GroenLinks. De spreektijd is wederom 5 minuten. Als eerste wil ik graag het woord geven aan de GBT. Wie mag ik daarover? De heer Laarman, wederom. Sorry voorzitter, ik was Kaartje even vergeten. Het zal u niet vreemd in oren klinken als ik nu begin dat wij weer blij zijn dat het college dus de handdoek oppakt en dus ook financiële middelen vrijmaakt. En anderen zullen zich daar wel weer vraagtekens bij zetten. En we zijn blij dat er eerst een voorstel komt van 58.000 euro aan kapitaalslasten, maar dat is nu het verhoogd is naar 51.000 euro, 71.000 euro kapitaalslasten, wat ongeveer overeenkomt met 1 miljoen euro aan beschikbare middelen. Als we een prioriteitenlijst vaststellen en we hebben geen middelen en we kunnen niks doen, schiet er ook niks mee op. Dus wij zijn blij dat dit college ook dus in haar begroting die 71.000 euro beschikbaar heeft gevonden. En dat betreft dan, het vorige was niet structureel, was maar 50.000 was niet structureel. Maar deze zijn wel structureel, dus dat wordt nog een stukje lastiger voor dit college. Maar wij zijn hier blij mee. Maar het zal natuurlijk ook niet voldoende zijn om de gele lijst af te werken. We hebben wel een begin. En laten we hopen dat we de komende jaren hier nog veel meer geld voor vrij kunnen spelen. Zoals we in het afwegingskader kunnen zien, vindt de Raad de verkeersveiligheid het belangrijkste argument om tot prioritering van een maatregel te komen. En hier staan we dan ook volledig achter. We kunnen ons dan ook vinden in de aanpassingen die zijn gedaan ten aanzien van de lijst. En dat is de lijst die voor de verkiezingen is ons gepresenteerd, maar niet in debat is geweest. En de lijst die nu aan de Raad is aangeboden. En daar een aantal facetten die dus veranderd zijn, dus meer aandacht schenken aan het onderzoek aan de Oost-Westverbinding aan de zuidkant van Vriezenveen. Niet alleen op Noord, maar ook op Zuid. Met oog op de woningbouw, de sport en ook een betere aansluiting op de Rustluiweg. De samenvoeging en optimalisatie in combinatie met het verbeteren van het kruispunt Ammerstraat en Tonnendijkbrug. Maatregelen aan de Schuine Weg, die al deels zijn genomen, maar waar de landbouwsluis nog op korte termijn moet worden uitgevoerd. De afbuiging Ommerweg, Marsenweg, waar nu nadrukkelijk naar een rotonde wordt gekeken. Kijken naar de mogelijkheden van rotonde op kruising Westeinde Koningsweg, die in een motie is aangenomen. En de verkeerssituatie bij de Oranjeschool, die ook al heel lang slepende kwestie is. En daar moet nou ook eens een oplossing voor komen. En het onderzoek naar de Prinsenweg, dat gaat niet door, dat is wel te begrijpen. Voorzitter, we kunnen de hele lijst wel langslopen, maar het lijkt me niet nodig. Want we hebben die in de Raad, hebben wij dat ook al een prioritering aangegeven. En verkeersveiligheid is ons de grootste prioriteit wat dat betreft. En als GBT-fractie komen we nu ook met een lijstje, waar ik nu heb opgenoemd, dat is niet het lijstje dat je zegt, jongens, dat moet eerst gebeuren. Wat het eerst en laatst moet gebeuren. En wij achten eigenlijk de wethouder in staat om hier goede keuzes in prioriteit te maken. En waarbij verkeersveiligheid voorop staat. Maar werk met werk vindt de situatie een belangrijke factor toch kan zijn om je financieel voordeel uit te halen. Om zo Twenterand nog weer een stuk veilig te maken. En we willen de wethouder hier veel succes mee wensen. Dank u voorzitter. Dank u wel heer Laarman. Dan geef ik graag het woord aan de CDA. De heer Kulder. Dank u wel voorzitter. Voor ons ligt een voorstel om besluit te nemen over de verkeersmaatregelen. Nee, een visie die al enige tijd in behandeling is, waar we heel veel gesprekken hebben over gevoerd. Heel veel mensen zijn bij betrokken geweest, sessies gehouden. En er zijn een aantal aanpassingen geweest naar aanleiding van de coalitieakkoord.
Het verschillende verkeersvisies zijn als resultaat van een zorgvuldig proces. En daarbij het voortvloeiende maatregelenlijst sluit dan ook goed bij aan. De nu ingebrachte wijzigingen passen binnen de afwegingskaders, zoals deze ook al waren opgenomen in het vorige voorstel en wat ons betreft prima passend zijn. Dat is niet om een stuk te noemen, meneer Laanman heeft dat net al gedaan. Maar in ieder geval de aanpassingen die daar passen, ook wat ons betreft prima in de aanpassingen. Wel worden daardoor de kapitaallasten verhoogd, maar dat is dan het gevolg van de gemaakte keuzes. Het valt dan wel op dat deze wel tijdens de begrotingsbehandeling wordt behandeld en niet zoals net bij het vorige voorstel uit de grote hoed wordt getoverd. De twee opmerkingen wil ik nog wel maken. De nieuwe situatie van de aansluiting Adelweg met de Merel is door de aanleg van de fietssnelweg er niet beter geworden. Verkeer vanuit de richting Almelo staat nu op de doorgaande weg voordat een veilige afslag met de Merel mogelijk is. We hebben vernomen dat de wethouder een kijkje zou nemen en we zijn benieuwd wat zijn bevindingen zijn en of daar nog maatregelen van te wachten zijn voor aanpassing van deze situatie. Tijdens het vorige debat over deze lijst hebben we de opmerking gemaakt om met betrekking tot de mogelijke rotonde N36 en de Sipklozenweg contact op te nemen met de Rijkswaterstaat, omdat wij toen al van mening waren dat de Rijkswaterstaat daar heel moeilijk over zou doen. En wij de kans heel onwezenlijk dachten dat daar überhaupt een kans geslagen was. En we hebben gezegd, ga dan op voorhand even op tafel voordat je daar een begroting maakt en geld ervoor vrijmaakt. Dus onze vraag is of daar überhaupt contact over geweest is. Voor het overige zien we de uitwerking van de financiële consequenties in de begroting met belangstelling tegemoet en zullen daarover dan onze visie kenbaar maken. Dank u wel. Dank u wel, heer Kelder. Dan geef ik nu graag het woord aan de ChristenUnie en wel aan de heer Smelt. Dank u wel, voorzitter. De ChristenUnie-fractie is zeer verheugd dat er met voortvarendheid door dit college uitvoering gegeven wordt aan de prioriteitsstelling van een aantal hotspots en knelpunten in ons wegennet van de gemeente Twenterand. Verkeersveiligheid verhogen heeft altijd onze absolute prioriteit gehad. In de vorige coalitie maakten wij ons samen met de toenmalige coalitiepartners enorm druk voor het verhogen van de verkeersveiligheid van onder andere het Oosteinde. En samen met die coalitie hebben we ook een bypassmaatregel rondom het bedrijf Raap Karger ter verbetering van de verkeersveiligheid van het Oosteinde kunnen realiseren. Onze fractie heeft daarmee ook een aantal andere zaken aangereikt in haar verkiezingsprogramma. In het coalitieakkoord met de huidige coalitiepartner hebben we het college gevraagd om prioriteiten aan te geven ten aanzien van een aantal nog openstaande posten, knelpunten in ons wegennet. En de huidige wethouder heeft daarin ook een prioriteitsstelling meegegeven. Sterker nog, ook andere politieke partijen, u heeft net gehoord dat er ook moties zijn geweest, hebben er de afgelopen jaren sterk op aangedrongen dat er een aantal punten voortvarend moest worden ingegrepen, zeker verbeteringen moesten worden aangepast. Dan kun je niet met droge ogen blijven staan als er dan vervolgens om geld gevraagd wordt. Als we dit soort maatregelen willen treffen, dan moeten we ook geld genereren en het college heeft ons daar ook alvast een voorzet voor gedaan. Maar goed, men praat over kapitaallasten. Als je het goed bekijkt zijn kapitaallasten de rente- en afschrijvingskosten van investeringen in gebouwen en grond, zowel in eigendom als in huursituaties, als er sprake is van kapitaallasten op de begroting van de gemeente. U vraagt, en ik duik even wat in detail, wethouder, maar u vraagt in uw raadsvoorstel dekking voor kapitaallasten van €71.000 in de programmabegroting van 2019/2022. We behandelen in november de begroting van 2019. Kortom, wij willen graag weten, wat staat er dan concreet in de begroting van 2019... voor de meerjarige investering van deze ongeveer miljoen. Dat mag u overigens ook schriftelijk behandelen. Ik vind het niet erg dat u dat nu niet weet. Maar we willen wel graag weten van u, hoe vertaalt zich dat? Kan ook een slip of the pen zijn in uw raadsvoorstel. Maar eigenlijk, als je het ontleedt, staat er dat je in de begroting van 2019 tot 2022 €71.000 in de komende begroting vaststelt. En dat lijkt mij niet helemaal juist. We kijken naar de begroting en je moet meerjarig kijken hoe je dat in je meerjarige begroting verantwoordt. Misschien kunt u erop antwoorden. Als dat niet zo is, vind ik het akkoord dat u dat schriftelijk doet. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, heer Smelt. Dan geef ik nu graag het woord aan de SGP, aan de heer Jonker. Dank u wel, voorzitter. Als
SP-fractie heeft met genoegen kennis genomen van het voorstel. Heel belangrijk dat er geld gereserveerd gaat worden voor het oplossen van knelpunten. Wel een aantal vragen. In het coalitieakkoord worden klip en klaar 7 knelpunten genoemd. En in de prioritering komen er heel veel aan de orde. Waar kunnen wij nou het college straks op afrekenen? Zijn het over 4 jaar concreet die 7 knelpunten opgelost? En hoe gaat het college ermee om met nieuwe knelpunten? De heer Kelder gaf dat net al aan over de Merel-Aardorpweg. Graag ook daar een reactie op. Even kijken, er wordt ook over gesproken over het landbouwverkeer. Die voor veilige landbouwroutes, daar zijn wij als SGP natuurlijk voor. Ik zou wel willen vragen of de wethouder ook met de sector om tafel gaat. Of begreep dat er ook een adviesgroep verkeer is binnen de gemeente Twenterand. En het lijkt ons goed om een dergelijke partij ook aan tafel te hebben. Want het zijn nogal machines die over de straat gaan en korte lijnen te hebben als het gaat om onze leefbaarheid en veiligheid. Want ik heb begrepen dat de landbouwroutes in het jaar 2017 nog een keer gedeeld zijn met de sector. Mijn vraag daarbij is, zijn daar nog wijzigingen op geweest of zijn dat de routes? Graag daar reactie op. En voor de rest sluiten we aan bij de opmerking die de heer Smelt maakte over hetgeen wij de komende 4 jaren naar ons toe kunnen krijgen qua middelen. Wat dat betreft een goede start van het college om er zoveel geld voor vrij te maken om dat ook de knelpunten op te lossen. Voor de rest zie ik ook heel veel onderzoeken nog staan. Als ik even een voorbeeld pak, de locatie Jumbo staat er ook een onderzoek bij. Als je daar gewoon even over gaat nadenken, denk je van ja, wat zou daar een oplossing kunnen zijn, is ja, een rotonde. Daar is geen ruimte voor een rotonde, dus ja, daar zou je dus op handelspad moeten gaan. Dus daar ben je dus tonnen kwijt. Wat moet er dan nog onderzocht worden? Kijk, als er geen rotonde kan komen, dan hoe ontlast je dan? Wordt dan in dat onderzoek ook meegenomen de verkeersstromen verderop? Ook graag daar een reactie op hoe die onderzoeken, hoe het college daarmee omgaat. En wat ook heel belangrijk is, wat komt er straks uit die onderzoeken? Wordt er ook gedeeld met de raad? Neemt u de raad daar ook mee bij verdere besluitvorming? Dank u wel. Dank u wel, heer Jonker. Dan is nu het woord aan de VVD. Meneer Kopers. Ja. Dank u wel, voorzitter. De VVD heeft met belangstelling deze nieuwe geprioriteerde maatregelenlijst van de verkeersvisies gemeente Twenterand, mondvol, bestudeerd. En er worden een aantal interessante wijzigingen in de prioritering voorgesteld. Wij willen ze even kort langslopen. Punt A, het onderzoek Oost-Westverbinding Kern-Vriezenveen. Wij zijn benieuwd hoe dit onderzoek plaats gaat vinden om uiteindelijk tot de beste oplossing te komen. Dit probleem gaat geheid vele voor- en tegenstanders krijgen, ongeacht welke route men uiteindelijk gaat kiezen. Het is dus zaak om dit breed op te pakken en de betrokken partijen mee te nemen in dit traject. Kunt u aangeven hoe dit project wordt aangevlogen en wat het plan van aanpak wordt, of wat betreft tijdsplan en welke partijen worden betrokken? Punt B en C, optimalisatie Hammerstraat en verbeteren kruispunt Tonnendijk. Het verbaast ons enigszins dat hier blijkbaar een nieuwe inschatting gemaakt wordt die veel lager in de kosten ligt dan eerder was voorgesteld. Kunt u aangeven hoe dit komt? Het verbeteren van het kruispunt blijft noodzakelijk. Zit deze financiële inschatting dan in de inrichting van de Hammerstraat? De maatregelen Schuineweg en Hoofdweg, deze knelpunten dienen te worden opgelost. Heeft het loskoppelen van deze knelpunten en het versneld willen aanpassen van een landbouwsluis op de Schuineweg niet tot gevolg dat de overige aanpassing wat op de lange termijn wordt geschoven? Of worden deze twee zaken wel kort na elkaar opgelost? Dan de rotonde onderweg. Dit is een knelpunt dat naar onze mening snel moet worden aangepakt. Hierover bereiken ons veel signalen dat dit breed leeft bij de inwoners en dat het echt een gevaarlijke situatie is. Rotonde Krijgerstraat Westeinde. Ook hier is de overlast erg groot en bereiken ons veel signalen van ergernis. Wij zouden graag zien dat hier zo snel mogelijk een betere oplossing komt. Dan de kruising Akker Nieuwendalen-Vinzenweg. We zijn het eens dat dit een knelpunt in wording is waar aandacht voor dient te zijn. Echter denken we dat andere knelpunten op deze prioriteitslijst een groter
of belangrijker zijn en eerder opgelost dienen te worden, zoals bijvoorbeeld punt E, F en I. Dan ontsluiting Prinsenweg ten behoeve van het zwembad. Ja, de VVD is blij dat dit punt kan worden geschrapt van de lijst. Het zou ook waarschijnlijk een vrij duur agendapuntje zijn op deze lijst en geeft daardoor ruimte voor andere maatregelen. Schoolomgeving Vroomsoord. Wij kunnen instemmen met het overhevelen van dit punt naar de korte termijnlijst. Gevaarlijke situaties bij scholen dienen altijd prioriteit te hebben. U stelt dat deze lijst in de komende 4 jaar zal worden afgewerkt. Kunt u daarbij nog aangeven of binnen deze lijst ook nog een prioritering van urgentie komt en afwerking? Of gaat dit gewoon meer in het onderhandelen zijn en werken? Punt A zal een langere termijn nodig hebben om tot een goed plan te komen, samen met de andere ontwikkelingen voor de woningbouw, sport en zwembadontwikkelingen. De VVD ziet andere knelpunten graag wel snel in behandeling genomen worden, zoals de eerder genoemde punten E, F en I. Wij wachten voorstelling ter oplossing af en zullen daar te zijn tijdens onze mening over geven. Dank u wel. Dank u wel, heer Kobers. Dan geef ik graag het woord aan PvdA GroenLinks, aan de heer Reusken. Dank u wel, voorzitter. Ook de Partij van Arbeid GroenLinks vindt het goed dat dit nu een vervolg heeft gekregen en dat hier nu een voorstel ligt waarin we duidelijk met elkaar, of in ieder geval er duidelijkheid wordt gegeven over welke maatregelen er getroffen gaan worden. Daar hebben nog wel wat aanpassingen plaatsgevonden op basis van het coalitieakkoord, als je kijkt naar de maatregelenlijst en dat wat er nu voor ligt. In die zin was het ook wel fijn geweest als we in het voorstel hadden kunnen zien en die twee zaken naast elkaar hadden kunnen zetten, zodat je het verschil kunt zien. Want de vertegenwoordiger van de VVD gaf net al aan punt 1a, b, i, f. En het was voor mij nog wel even zoeken om precies de verschillen te kunnen zien. Maar dat is iets bij een volgend voorstel wellicht om daarnaar te kijken. Dit voorjaar zijn de verschillende visies besproken en die visies zijn vastgesteld. Wij hebben de indruk dat die visies op een goede manier tot stand zijn gekomen, ook in overleg met verschillende betrokken partijen. En dat daar ook zijn vertaling heeft gehad in de maatregelen die nu voorliggen. En we denken ook dat dat proces goed is geweest. Dus daar wil ik nogmaals dit college en de ambtenaren ook complimenten voor geven. Maar die betrokkenheid zal wel een vervolg moeten krijgen, dadelijk ook bij de uitvoering. Dus wij zijn ook benieuwd of deze maatregelen ook al gecommuniceerd zijn, dan al overlegd zijn met de verschillende partijen die daar ook in het begin bij betrokken zijn. Denk aan de dorpsraden. Als het gaat om de communicatie, heb ik dat al aangegeven, die communicatie is dadelijk belangrijk. En in de uitvoering zal die communicatie ook helder gegeven moeten worden. Wat daarbij meegenomen moet worden naar ons idee, is kijken of je dat werk met werk kunt combineren. Want vaak zie je dat er ook dan wel andere maatregelen getroffen kunnen worden in zo'n omgeving. En dat er ook gekeken kan worden naar andere herinrichtingszaken. Dus dan zou het ook goed zijn om daar bewoners bij te betrekken. En tot slot, als het gaat om de financiën, hadden wij dezelfde vragen als de heer Smelt van de ChristenUnie. En daar zouden wij ook graag antwoorden op willen hebben. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, heer Reusken. Dit was de eerste termijn van de raad. En dan geef ik graag het woord aan de heer Harmsen. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, even het goede blaadje erbij. Mevrouw van Abbema die was helemaal verbaasd dat ik zo fanatiek zat te schrijven. Die heeft mij volgens mij nog nooit zoveel zien schrijven. Dus, maar ik ben wel blij met eigenlijk de positieve insteek van een ieder. En om maar gelijk eigenlijk bij het GBT te beginnen. Die ook aangeeft van, wethouder, we verwachten dat u een goede keus maakt. Nou, eigenlijk maakt u als raad daarin de keuze. En daarom ligt het ook voor. En maakt eigenlijk de inwoners de keuze die in dit traject, in dit project eigenlijk hebben meegedacht. Dus ik doe datgene wat u als raad wil. En ik ben dus erg verheugd met de dingen die u aangeeft. Dat u zeer positief bent over ook de middelen die wij beschikbaar nu maken voor de verkeersmaatregelen die nu voorliggen. Dus eigenlijk ben ik er blij mee. Ik ben ook blij dat u dus als raad eigenlijk wel wat ziet in de punten die nu in het plan staan. Nou, dan kom ik eigenlijk gelijk bij het CDA. Inderdaad, ik ben bij de F35 ben ik geweest. Ik heb er een kijkje genomen. Ik had het ook op Twitter gezet. Ik kreeg al gelijk de opmerking van fijn dat u het in de vakantie doet en niet tijdens de tijd dat de kinderen naar school gaan. Toen dacht ik van ja, daar hebben ze een punt. Het was mooi rustig, dus ik dacht van goh, wat veilig. Nee, ik ben, later ben ik nog eens een keer bij een buurtbewoner geweest. Dat ging eigenlijk over het anders. En toen kon ik gelijk aan de achterkant van het erf van die buurtbewoner kon ik ook nogmaals kijken naar de situatie. We hebben daar intern ook wel over gesproken. We hebben ook al gezegd van ja, een nieuwe situatie dat vraagt altijd gewenning.
Dan kun je zeggen van ja, als er slachtoffers vallen of als er gewonden vallen, dat willen we niet. Nee, dat willen we nooit. Maar hoe je het ook bent of keert, elke nieuwe situatie dat vergt wel enigszins gewenning. En het punt wat u aangeeft van ja, het verkeer dat stopt daar, het verkeer moet af, eerder was een invoegstrook. Ja, daar hebben wij wel intern ook even naar zitten kijken van ja, hoe loopt dat nu? Hoe gaat dat? Kunnen we daar nog met bebording of andere dingen, kunnen we daar nog wat mee? We zijn ook met de busmaatschappij zijn we in gesprek. Die ook daar afslaat en ook aangeeft van nou, wij willen goed zicht hebben. Dus we zijn er wel mee bezig om te kijken van hoe gaat dit zich ontwikkelen. Dus weet dat dit wel een punt is wat wij ook zeer serieus nemen en mee willen nemen. Maar eens ook even kijken naar de fase nu van hoe gaat het allemaal ook met die schoolgaande jeugd. Waarbij ik nogmaals wil benadrukken dat het niet zo is van wij gaan daar even wat, heel plat gezegd, wat mensen voor opofferen. Dat absoluut niet. Maar het is wel zo dat wij dit zeer serieus meenemen en ook kijken van wat kunnen wij hier in de toekomst mee doen, mocht dat een situatie blijven waar we allen als raad ook bijvoorbeeld zeer ontevreden over zijn. Dus die neem ik dan ook mee. En ik ga nog wel een keer kijken, ook als de schoolgaande jeugd aan die kant op gaat. En dan ga ik zelf ook op de fiets en misschien kan ik er zelf ook overheen. De rotonde N36, ik ga trouwens wel eens op de fiets, ja. Dus rotonde N36, Sipkeloseweg, is daar contact geweest? Nou, het punt staat dus niet in deze lijst. Ik weet dus even niet of er contact is geweest met de provincie. Ik heb geen contact daarover gehad. Het was mij ook even niet bekend. Daar ben ik ook heel eerlijk in. En ik ga het even navragen en dan krijgt u een bericht van mij. Nou, de ChristenUnie geeft aan van die 71.000 euro, dat is in de begroting 2019-2022. Ik heb daar wel ideeën bij. Ik weet ook enigszins hoe het zit. Maar de vraag werd nogmaals gesteld. En ik doe me u even schriftelijk toekomen. En dan kunnen we hem ook even wat beter op papier zetten met een helder antwoord en wat specificeren. Dus die toezegging doe ik u. De SGP. Nou, die geeft aan van er zijn 7 knelpunten en dat is dus in het coalitieakkoord. En volgens, nee, net andersom, in dit stuk staan 7 knelpunten. En in het coalitieakkoord staan heel veel punten. En hoe mogen wij u daarop afrekenen? U mag mij afrekenen op datgene als ik mijn werk niet goed doe. En als u het vindt van ik ga puur dat lijstje langs, dan zou het misschien een kwantiteitscheck zijn. U kunt ook gaan kijken van wat vinden wij met de raad, wat vinden wij kwaliteit. En als wij een aantal van die knelpunten echt kwalitatief goed neerzetten, goed uitvoeren met elkaar, dan denk ik dat het een betere waarde heeft dan puur de lijstjes afwerken om maar zo snel mogelijk mijn lijstje te hebben voltooid en dat ik zeg van ik heb mijn werk gedaan. Dus ik ga liever voor kwaliteit en dat we ook de goede beslissingen nemen met elkaar en de juiste dingen doen. De Merel-Adelweg, u gaf hetzelfde aan. Volgens mij heb ik daar nu even voldoende over gezegd. De landbouwroutes, daar is inderdaad al eens een keer zijn er gesprekken gevoerd. Ook met LTO, met een aantal betrokken landbouwers, dus loonbedrijven. Maar ik wil niet dat het een mooi papieren stuk wordt waarmee we uiteindelijk zien dat nog al die landbouwers of loonbedrijven nog door de kernen rijden. Dus ik zou wel graag ook even de tijd krijgen om nogmaals met die partijen ook nog eens kijken van hoe staat het er nu voor, welke problemen zijn er. Er is extra wegverharding aangelegd, dus die bermkeien, om die om dat landbouwverkeer ook om te leiden. Nou, ik heb zelf ook wel ervaren en zelf gezien dat ze vervolgens nog door de kern rijden. Dus ik denk dat het ook goed is om nog eens een keer de pijlstok erin te steken van hoe loopt dat nu? Is het werkbaar en wat zouden wij er nog aan kunnen doen om het nog werkbaar te maken? Zonder dat we gelijk allemaal met repressieve dingen komen. Dat we zeggen van nou, er moeten controles worden uitgevoerd. Daar zitten zij niet op te wachten. Zitten wij ook niet op te wachten. Willen het liever en goed overleg doen. Gaan we aan een goede stad door deze gelden vrij te maken. Daar zijn we het zeker mee eens. We vinden het ook uitermate belangrijk dat dit goed wordt neergezet. Het liefst heb je natuurlijk nog meer geld met elkaar, dan kun je nog veel meer dingen doen. Dat klopt, maar we hebben nu even een goede afweging gemaakt. U gaf ook aan de onderzoeken naar de verkeersstromen. Even kijken hoor. Deelt u die met de raad? Van als er één punt is, kijkt u puur alleen naar dat punt of kijkt u ook naar de verkeersstromen daaromheen? Als wij een verkeersknelpunt gaan behandelen, dan kijken we ook naar de verkeersstromen daaromheen, dat zou je altijd moeten doen. Want als je puur focust op dat punt, je zegt van nou, we zetten daar, ik noem wat, een verkeerslicht neer. Maar dat zorgt voor hele andere problematiek, andere kruisingen, dan lijkt ons dat niet wijs. En als wij een onderzoek doen, of wij gaan kijken naar de situatie, dan lijkt mij dat logisch dat we dat gewoon met de raad delen. Ik zou niet weten waarom niet, vind ik ook in alle openheid, moet dat prima kunnen doen. VVD, de Oost-Westverbinding.
Hoe gaat het onderzoek plaatsvinden? Nou, eigenlijk, dit is de eerste stap. We hebben het in de geprioriteerde maatregelenlijst gezet. En uiteindelijk moet u als raad akkoord geven. Dus ik kan wel nu allerlei dingen gaan doen. Als u als raad vervolgens zegt van nou, wij vinden niet dat het onderzoek erin moet zitten, ja, dan hebben wij het werk voor niks gedaan. Dus ik moet wel eerst het fiat krijgen van de raad om hiermee aan de slag te gaan. En ik denk dat wij dat onderzoek inderdaad met betrokken partijen moeten doen. Met de ontwikkeling die er nu mogelijk aan zit te komen in Friesveen-Zuid. En dat we daar zoveel mogelijk partijen bij betrekken. Maar daar komen we dus op terug. Maar dit is een eerste start om te kijken van we moeten wel de gelden hebben. Hammerweg Tonnendijk. Gaf u nog aan waarom nu goedkoper? Ik kan hem wel uitleggen. Er was eerst ook het idee van ja, gelden bijvoorbeeld van rotonde. Nou, volgens mij zijn we het allemaal over eens dat een rotonde bijvoorbeeld op het kanaal aanleggen vrij lastig is. En misschien kunnen wij daar met simpelere oplossingen wel de juiste dingen doen. Dus daarom hebben we die wat in gelden afgewaardeerd. Dus niet in prioriteit, maar wel in gelden. Om tot een betere oplossing te komen. Want we zien echt wel het probleem daar. En ook de doorstroming daar is soms echt dramatisch als je bijvoorbeeld vanaf de Gierdijk komt. Ik denk er wordt nu iemand wakker uit de Gierdijk, maar die zit nog maar rustig te schrijven. De schuine weg loskoppelen, waarom hebben we dat gedaan? Eigenlijk het verkeer mag daar niet doorheen. Die koppel je los omdat het eigenlijk een, zo'n was heel hip natuurlijk, quick win. Maar die kunnen we op zeer korte termijn zouden we die mogelijk kunnen realiseren. Er zijn ook gesprekken gaande, ook met een landbouwer die daar woont. Om te kijken of wij met een goede oplossing kunnen komen. Want ik noem wat, we kunnen daar in één keer een mega landbouwsluis inleggen. Maar als die akkerbouwer of landbouwer dan zegt van ja, dan kan ik vervolgens niet met mijn machines daar overheen. En die moet vervolgens weer door Westerhaden. Dan creëren wij een ander probleem. En dan zit je dus ook met zo'n verkeersstroom wat we niet willen. Dus dat willen we in goed overleg doen. Maar het is wel iets wat niet veel onderzoek vergt. Dat zijn gewoon een aantal gesprekken die we momenteel ook aan zijn gegaan met al een aantal belanghebbenden. Dus daarom hebben we hem losgekoppeld en dat wil niet zeggen dat het andere traject dat in één keer een totaal andere prioriteitsvolgorde krijgt. De akker met de nieuwe Dalenveense weg. U gaf aan punt E, F en I vindt u belangrijker. Dat is wel leuk, ik heb daarover gesproken in het voortraject. Toen stonden de punten nog 1 tot en met zoveel benoemd. En ik heb gezegd van als we er nou gewoon letters bij zetten, dan geeft dat niet de prioriteitsvolgorde aan. Want ik vind eigenlijk van als je het hebt over de korte termijn, dus binnen 4 jaar, dan moet je zeggen van dit willen wij binnen 4 jaar gaan doen. En wil dat dan zeggen dat je punt 1 als eerste oppakt? Nou, dat zou een vreemde zijn. Als je, ik noem maar wat, pak de situatie bij Harwig, dan moeten wij bezig met het rioleringsplan, of met eigenlijk de riolering, kijk naar onze klimaatverandering. Als wij dan daar de weg open gaan gooien, ik noem wat volgende week, dan kunnen we beter zo snel mogelijk aanpakken. Maar als wij weten van wij kunnen dat pas over 3 jaar open leggen, dan moeten we nu niet eerst daar bijvoorbeeld een rotonde of een andere situatie aangelegd en daarna nog eens een keer alles open. Dus vandaar hebben we gezegd van we geven er wat letters aan en we proberen dat zo efficiënt mogelijk op te pakken en ook werk met werk maken. Dat lijkt ons wel goed. Dus vandaar. Dus die urgentie, u moet kijken van wat willen wij in 4 jaar realiseren. Daar zit hem eigenlijk in. Aanpassing, wat is het verschil? Nou, dat heeft ermee te maken inderdaad met zo'n Prinsenweg. Ja, dat leek mij redelijk onzinnig inderdaad om daar wat mee te doen. Naast elkaar, nou, we hebben toen gezegd, verschuiven hem door. Tijden veranderen en we hebben hem gewoon wat geactualiseerd. Had u het naast elkaar gezien of had u het liever naast elkaar gezien? Ja, ik had zoiets van, ik kom nu met een gedegen versie en dan moet u daar een keuze op maken. Betrokkenheid dorpsraden bij de aanpassingen die zijn geweest. Wij zien wel een verschil qua activiteit qua dorpsraad. De ene dorpsraad is daar actiever in dan de andere. Er zijn ook dorpsraden die zijn nu bezig met het nadenken over hun eigen positie. Ik vind dat je niet alleen op dorpsraden moet focussen, maar ook andere belanghebbenden en probeer zo breed mogelijk draagvlak te creëren. En als wij daar zaken in gaan doen, simpel voorbeeld, pak de situatie is wat complex, maar pak de Tonnendijk met de Hammerweg. Dan moet je dat niet als gemeente zelf gaan bedenken. Je zou bijvoorbeeld bij inwoners of bij ondernemers ook de vraag neer kunnen leggen van zouden jullie met een oplossing kunnen en willen komen. Volgens mij kan dat prima als je deel van kennis. En ik had net al gezegd, dat was uw laatste vraag, werk met werk. Nou, die heb ik al beantwoord. Daar streven wij naar, wij gaan geen dingen dubbel doen. Dat zou ik totale onzin vinden en zonde van ons geld. Volgens mij heb ik alles beantwoord, voorzitter. Dank u wel voor deze bijdrage. Dan gaan we door naar de tweede termijn. Zijn er nog insprekers?
CDA. De heer Jonker. GBT. Dan geef ik het woord aan de heer Kelder van het CDA. Dank u wel, voorzitter. Nou, ik wil beginnen met de wet al in ieder geval complimenten maken, want het is volgens mij zijn eerste grote bijdrage in deze raad. En perfect verwoord. Bedankt voor de inspanning voor de merel. Ik hoop alleen dat u iets vaker gaat kijken dan alleen maar wanneer de kinderen komen, want met name wanneer de mensen van het werk samen terugkomen, is het met name de piekvorming. Dus ik vraag toch daar echt de nadruk op, want voordat we daar ongelukken krijgen. Navraag over de rotonde, heb ik gezegd, dat krijg ik te horen. Goed om te horen dat u in ieder geval in de begroting, ik heb net al aangehaald, dit stuk wordt wel gezegd, we nemen het in de begroting mee. En ik sluit dan bij de heer Smelt dat dit wel een voor de meerjaarbegroting is, maar het is wel een principe verhaal waar we over hebben. En daar hebben we net nog een andere discussie op. Ik ben ook blij dat u zegt van we gaan voor kwaliteit en kwantiteit. En de betrokkenheid en de efficiëntie, ik denk dat dat heel belangrijke punten zijn. En dat we niet alleen maar een lijstje afvinken, maar dat u met name het voorbeeld wat u gaf van de rotonde, eventueel de rotonde bij Harwich, een goed voorbeeld is. Veel succes. Het stuk is goed. De opdracht is helder. En ik wens u daar veel succes bij. De heer Jonker aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Wethouder, bedankt voor de antwoorden. We hebben alle vertrouwen in dat u dat voortvarend gaat oppakken. We wensen u daar ook succes bij. Begrijp ik het ook goed dat de onderzoeken, de uitkomsten van die gaan naar de Raad. En u hebt straks een pot geld. En worden wij dan ook meegenomen in de keuze die dan voor ligt? Of is dat dan is dat des colleges? Of worden wij alleen geïnformeerd, maar of worden die keuzes ook voorgelegd in de Raad? Dat nog ter verduidelijking. Ik ben ook blij met de toezegging dat u in gesprek gaat met de sector de landbouw en de LTO en de Cumula voor de grote jongens zeg maar, van de loonbedrijven. Dat die ook een plek aan tafel krijgen om de korte lijnen te houden. Wat me nog wel even te binnen schoot is, we praten over heel veel geld. Maar misschien staat ook straks voor in de begroting, ik weet niet of u dat nu kunt zeggen, maar gaat het ook nog ergens ten koste van het lopend onderhoud van de wegen? Is daar ook nog in geschrapt? Maar ik weet niet of dit in de orde van dit debat gaat, maar dat hoor ik dan wel. Dank u wel. Dank u wel, heer Jonker. Ik denk dat ik nog even het woord kan geven aan de wethouder, de heer Harmsen. Nou, dank voor nogmaals de positieve berichten. Ook zeker dank aan de ambtenaren die hier zeer veel tijd in hebben gestoken en daar ook heel actief mee bezig zijn geweest. En ik wil ook wel even de complimenten maken nog richting het vorige college, want die hebben natuurlijk de voorbereiding en alles wel gedaan, dus dat mag ook best gezegd worden. Het onderhoud, gaan we daar op insnijden, gaan we daar andere dingen in doen, dat staat helemaal los van dit. Dus puur de aanleg van deze knelpunten. Als u wat vindt van het onderhoud, ja, dan moet u daar als raad met elkaar over beslissen. Dan hebben we nog het onderzoek, wordt het gedeeld met de raad, hebben we daar nog zeggenschap over? Nou, ik voer graag datgene uit wat u als raad wil. Dus u zegt van, nou, wij willen inderdaad die onderzoeken zien, we willen daar een keuze maken. En volgens mij moeten we dat ook op die manier doen, want dan krijgen we de beste resultaten als wij daarin met elkaar gewoon samen optrekken. En dan ga ik zeer graag voor u aan de slag. Volgens mij. De heer Harmsen, ik dank u wel voor uw bijdrage. Ik meen twee toezeggingen te hebben gehoord. Eén is van de CDA over informatie over de N36 Sipklozenweg. En de tweede is van de SGP dat u in gesprek gaat met de sector landbouw of de landbouwroutes door de kernen. En de toezegging over de financiën. Als u daarmee akkoord gaat, zijn we aan het eind gekomen van deze debatten. De conclusie is, denk ik, dat dit doorgeschoven kan worden naar de akkoordagenda. We hebben het onderwerp helaas al afgesloten. Mag u daar doen, ja? Ja, ik heb... De SGP zei, we doen het niet via Twitter, maar Trump heeft de verkiezingen gewonnen via Twitter. Dus ik heb met... al gevraagd via Twitter, waar moet dit in twee avonden? Ik heb er zelf twee afspraken voor moeten afzeggen.
En het had wat mij betreft, en volgens mij had je van tevoren ook die inschatting kunnen maken, had ook de agenda van morgen gewoon bij vandaag gekund. En ik vind het heel onzorgvuldig. En zo ga je niet met de tijd van raadsleden om. En ik zou heel graag willen verzoeken hier voortaan toch wat zorgvuldiger mee om te gaan. En ik weet niet of collega's diezelfde mening delen. We nemen uw opmerking mee, maar of in het presidium, en daar kunt u dat verder bespreken. Dan zijn we aan het einde gekomen van deze raadsdebatten van vanavond. Deze onderwerpen schuiven door naar de raadsvergadering van 2 oktober. En morgenavond is het volgende raadsdebatten. Ik dank u wel.